14 jaar dan. Die staan inmiddels aan het starttekenen. Ik stel ze weer in de voor natuurlijk. Voor de fietsconstrijding de deurtraps langs Gistel staat daar Harry Lafrijzen. Dat gaan we even opnieuw doen. Dit lijkt helemaal nergens op. Het is mooi weer. We zijn met de nurse te gast en we gaan ons laten horen natuurlijk. Fietsersvereniging de deurtrappers, Harry Lafrijzen. FCC Apeldoorn, Desmond van den Broek. De BMX Greenhoppers, Jesse Beskers. FCC Apeldoorn, Timo Hissink. We gaan naar Valkenswaarten, Leon Door, Matthijs Verhoeven. Kijk, zo kan het ook. Fietsersvereniging Volkel, Mitchell Smits. FCC Ammerzooien, Leroy van Harsel. En last but not least, binnenkort hebben we daar een Red Light Top Competition. Fietsersvereniging Zoetermeer 77, Brent Levinga. Succes. We zijn onderweg van met de boys, 14 jaar. En we hebben daar een goede start voor de Greenhopper. Maar Harry Lafrijzen is het allerbeste weg. Luik Schestel aan de leiding, dus daarachter Leon Door. Leon Door, Matthijs Vroeg op plaats van 2. En daarachter zit de Greenhopper. Yes, Beskers op een derde plaats. En daar weer achter, ja, dat ga ik u zo dadelijk vertellen, dat kon ik net niet meemaken. Leroy van Harsel had ik het idee. FCC Ammerzooien op een vierde plaats. Maar aan de leiding is het Mr. Harry Lafrijzen. Deze man die ga ik volgende week tippen hoor voor het Nederlands kampioenschap in Baren. Daar zal hij natuurlijk ook achter de prezants geven. Maar vandaag gaat hij de meeste puntjes voor zijn club binnensprokkelen. Althans, als hij dat weet te houden natuurlijk, die leidende positie van Matthijs Verhoeven. Die komt heel dichtbij hoor. Matthijs Verhoeven zit er vlak achter. Harry Lafrijzen gaat op de finish af en pakt inderdaad een overwinning. Harry Lafrijzen, de deurtrappers, de volle winst.